super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en een nieuwe aflevering van Het Interieur Van. Vandaag hebben wij Pamela gast. En het is ook echt zo lang geleden dat we samen waren en überhaupt samen een video hebben opgenomen. Maar echt. Het is ook de eerste keer dat ik in jouw huisje in Tilburg ben. In mijn kamertje. Ja, het is een woning. Ja. Dit is een dak boven je hoofd. Ja. Dus dat noem ik ook al een huis. Precies. Nou, voor de mensen die jou nog niet kennen, waar kunnen we jou van kennen? Ja, ik denk dat jullie me vooral kunnen kennen van mijn YouTube kanaal en van mijn Instagram. Dat is gewoon Pamela Kroes, heel simpel. En ik doe net als Sabrina al heel erg lang YouTuben. En wij kennen elkaar ook best wel al heel lang. Ja, en we hebben in hetzelfde dorp gewoond. Dus dat is echt hartstikke leuk. Ja. En wat doe je nu in het dagelijks leven naast YouTuben? Je kan beter zeggen dat ik nu meer iets doe. Dat YouTube ernaast zit nu. Maar ik studeer muziektheater op Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Dus ik ben hard aan het werk om uiteindelijk ik vind dat zo'n stom woord, een musicalster te worden. Ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Een actrice in musicals. Ja, whatever. Nou, vind ik leuk. Ja, ik vind het heel leuk om dat te zien. Ja. Maar daarvoor zijn we niet hier samen. Nee. Ik ga namelijk vandaag een aantal interieurgerelateerde vragen aan je stellen. En we gaan een kijkje nemen in jouw studentenwoning, want ik ben echt benieuwd. Ik heb natuurlijk al stiekem je room tour en al die dingen gezien. Maar voor de mensen die dat nog niet hebben bekeken, die kunnen door deze video meer over je kamer te weten komen. Ja. De vraag. Hoe zou jij je interieurstijl omschrijven? Nou, hier hebben we het net al een beetje over gehad. En ik vind dat heel erg lastig, want het zijn eigenlijk denk ik wel verschillende stijlen door elkaar een beetje. Ja, wat je al net zei, industrieel. Ja, sowieso een beetje industrieel. Dat zie je ook wel hier bij deze kast. Hierachter gaan jullie natuurlijk nog wel beter zien. Maar ik heb een beetje boho, industrieel, hout. Ook planten vind ik heel erg leuk. Dat een beetje. Het is een combinatie van alles. Ja, en het is eigenlijk allemaal een beetje zwart-wit hout. En dan een beetje opgeleukt door planten. Ik denk dat dat wel goed is. Ja. Dat is wel uitgelegd, goed omschreven. Ja. Het is niet per se één stijl, maar een mix van... Nee, maar ik vind wel, ondanks dat het een beetje een mix is, alles past wel bij elkaar. Het komt helemaal daar hou ik van. Ja, je vertelde net al wat voor typische elementen in jouw woning voorbij komen. Maar heb jij één favoriete element wat hier staat? Dat zijn toch wel mijn planten. Ja, ik heb er nog niet eens zo heel erg veel. Ik zou er eigenlijk nog veel meer willen. Gewoon echt zo'n plantenwoning. Ja, echt waar. Want ik heb echt mijn inspiratie gehaald van mijn moeder. Want onze huiskamer, zeg maar, thuis, bij mijn moeder thuis. Dat is eigenlijk ook een beetje deze stijl. Maar dan heeft mijn moeder, zeg maar, nog veel meer planten. Ja, het is echt, als je daar binnenkomt, ja, dat weet jij wel. Ik zeg altijd, we wonen een beetje in oerwoud. Maar ik hou ervan. Ik vind het heel gezellig. Ik hou gewoon van planten. En ik denk ook wel, ja, eigenlijk wat ik net zei. Zwart, wit, hout, planten. Dat zijn een beetje de kenmerken van mijn kamer, denk ik. Waar koop jij je meeste interieurspullen? IKEA natuurlijk. Stapker. I love IKEA. Ja, daar houden we allemaal van. Mm-hmm. Dus heel veel komt wel van IKEA wat hier staat. Maar ik heb dus ook een nieuwe winkel ontdekt. En die zit hier toevallig echt onder mijn huis. Dus dat is echt geweldig. Oh, wat chill. Zeg maar echt op 2 minuten lopen. Uh-huh. En dat heet Casa. Oh ja, dat ken ik inderdaad. Het is love echt... Fantastisch. Kaas, echt een hele chille winkel. Love it. En ook niet zo duur en super leuke dingen. Ja, ik ben helemaal fan. Ja, dus... ik dacht dus dat Casa eerst best wel een dure winkel was. Ze hebben wel wat duurdere elementen. Klopt, maar... ze hebben wel duurdere dingen. Maar ze hebben ook gewoon, weet ik veel, plantenpotjes voor een paar euro. En dan denk ik, wow. Ja, het is echt heel chill. Het is echt een hele fijne winkel. En echt super leuke dingen. Echt. Ja. Goeie tip. Heb jij een inspiratiebron? Betreft de interieur misschien je mams, maar... Ja. Nou ja, wat ik net al zei, sowieso is mijn moeder een inspiratiebron. Ik weet niet hoe ze het doet, maar die kan gewoon altijd heel leuk allemaal spulletjes bij elkaar verzamelen. En alles past altijd bij elkaar, dus daar haal ik sowieso wel mijn inspiratie uit. Ja, en natuurlijk net als ongeveer de hele wereld van Pinterest. Ja, gewoon standaard iedereen bijna dezelfde kamer tegenwoordig. Ja, ongeveer, ja. Nee, ja, ik denk dat daar gewoon letterlijk mijn kamer uit is ontstaan. Uit dingen van Pinterest, waar ik heel veel inspiratie uit heb gehaald. En van de stijl van mijn moeder. Ja. Zijn er dingen waar je tegenaan bent gelopen tijdens het stijlen van je kamer? En zo ja, is dat een tip die je dan aan anderen kan geven?
Ja, goede vraag. Want eigenlijk is het bij mij allemaal best wel een soort van vlekkeloos verlopen. Oh. En waar ik vooral gewoon op heb proberen te letten, is dat ik... Kijk, ik heb bijvoorbeeld zwarte elementen en wit, maar ook hout. En ik heb gewoon dingen proberen te combineren. Ik heb bijvoorbeeld hier een houten tafeltje met zwarte onderkant. En dat matcht dan weer met mijn kast. Nou, en ik heb daar een soort trappetje staan. Ja, die gaan het allemaal zien natuurlijk. Een trappetje staan, daar zit ook weer hout in. Waardoor dat ook weer goed combineert. Ik vind het wel gewoon belangrijk dat dingen terugkomen, zeg maar. Okay. Dus ja, maar het is eigenlijk allemaal best wel... Hoe ik het in mijn hoofd had, is het best wel geworden. Okay. Dus dat is heel fijn. Ik heb misschien ook wel iets wat ik stiekem van jou weet. Nou, stiekem, want ik in je video had gezien, is je opbergruimte. Want je hebt natuurlijk niet heel veel dingen. Ja. Maar in de keuken heb je de keukenkast gebruikt als... Als kledingkast. Ja, kijk, ik heb best wel een grote keuken voor mij alleen. Als in veel opbergruimte. En op de hoek is dus een grote kast. En nou, in principe is die gewoon gemaakt als een soort voorraadkast. Maar ik dacht, ja, zoveel voorraad. Ik ben alleen, ik heb helemaal niet zoveel voorraad. En ik wilde gewoon geen kledingkast in mijn kamer. Want ik hou daar gewoon niet van. Ik vind dat gewoon, dat is gelijk zo'n blok in je kamer. Mm-hmm. Ik vind dat niet leuk. En ik wilde sowieso mijn kledingrek. Die staat daar. Ja. die wilde ik gewoon hebben. Dus ja, maar ik moest wel mijn kleding kwijt. En de mensen die mij volgen, ik heb heel veel kleding. Ik ben verslaafd aan kleding, dus dat was best wel lastig. Dus toen heb ik gewoon die voorraadkast als kledingkast gebruikt. En ik heb ook nog trouwens kleding onder mijn bed, in de lades. Oh. Dus zo heb ik dat een beetje opgelost. Dat is een soort van probleem, maar wat je waarschijnlijk al was vergeten, maar ik had opgehouden. Dat ik dacht, voor mij is dat gewoon al zo normaal dat nu mijn kledingkast is. Dus voor andere mensen niet. Het is best wel inderdaad een beetje gewoon gek. Mensen die jou niet kennen, die komen dan hier van... Oh, ik dacht dat je eten was. Ja, of een koelkast. Sommige mensen denken dat het de koelkast is. Nou ja, het lijkt... Oh, ja. Het zou ook kunnen, hè. Sommige mensen kunnen... Je kan ook die koelkast erin hebben. Maar... Nee. Die vind ik wel leuk, de koelkast. Ja. Nou, we staan nu eigenlijk... Ja, het is heel grappig, hè. Want het is één grote kamer. Ja. Dus, maar nu staan we in principe in mijn keuken. Ik heb hier een heel mooi... Best wel grote keuken. En... Dat is echt heel fijn dat ik zoveel ruimte heb. Want ik kan gewoon lekker... Ja, het ding is, kijk, dit is wel... Misschien is dit alleen wel even leuk om te vertellen. Ja? Ik heb hier dus een magnetron, want dat vind ik echt... Uit. Ik vind echt dat je een magnetron moet hebben in je leven. En dit is zeg maar waar ik op kook. Dus als ik ga koken, dan haal ik hem eraf. En dan zet ik hem hier neer. Maar het is gewoon daardoor wel fijn dat ik genoeg ruimte heb om ook te snijden en zo. Dus ik ben echt heel blij met mijn keuken. En dan is dit dus mijn kledingkast in de keuken. Maar ja, ik vind dit echt geweldig. Want hierdoor heb ik gewoon een hele kast. En hieronder heb ik ook nog kleding en daar mijn schoolspullen. Heel blij mee dat dit erin zit. Want anders weet ik echt niet wat ik had moeten doen. Lekker naast de bananen ook. Ja, dit zijn mijn bananen. Die eet ik elke dag. En dit is mijn vlogcamera. Okay. Die ligt daar, ik weet ook niet waarom. Weet je, het is een beetje de real life, want ik ben nou eenmaal student, dus spik en span is het niet, maar netjes voor mijn doen. Over spik en span gesproken, waarom hangt dat daar? Ik zal eventjes over de vuilniszak vertellen aan de deur. Want ik heb hier dus gewoon een prullenbak, maar meestal hang ik hem gewoon aan mijn deur, want dan er past veel meer in. Want als ik die zak hierin doe, dan past helemaal niet veel in, dus als ik dit doe, dan kan ik gewoon lekker zo. Moet je gewoon geen grotere prullenbak hebben, meid? Ja. Ik moet eigenlijk gewoon een grotere prullenbak kopen, maar wat ik net al zei, student. En ik geef liever mijn geld aan andere dingen uit. Dus wel een mooie paarse vuilniszak en niet een lelijke, dus yeah. Oké, dan hebben we hier mijn badkamer / wc. Ik zal heel even dit dicht doen. Chill, gewoon een douche. Helemaal fijn. Hier hebben we mijn... Wasbak. En wc. Dit is mijn kast met eigenlijk al mijn make-up en nagellak en alles wat je nodig hebt in het leven. En dit is ook zo'n ding. Die vuilniszak die daar dus ligt. Dat is ook zo'n ding wat eigenlijk gewoon natuurlijk echt niet kan.
Maar daar zit mijn was in. Want ik vind het heerlijk. Ik heb gewoon geen ruimte voor een wasmand hier. Je hebt ook zo'n wasmand wat een soort van katoenen wasmand is. Ja, die wil ik dus eigenlijk ook. Maar ik ben gewoon te skeer om dat soort dingen te kopen. Ali, 2 euro. Nou, Ali, let's go. Die gaan we halen. Maar ja, goede oplossing toch? Ja, vind ik ook. Ja. Heel creatief ben je, meid. Frisuur dicht. Oké, nou. En dan staan we nu hier in mijn hele woongedeelte. Hier hebben we mijn bed. I love mijn bed. Helemaal chill. En dan hier mijn kledingrek. En dat vind ik gewoon geweldig. Hij staat wel helemaal scheef, want dat ding is eigenlijk gewoon niet sterk genoeg voor al mijn kleding. Ik heb daaronder trouwens al mijn schoenen. Dus dat is helemaal chill dat ik dat allemaal kwijt kan. En dit is mijn eettafel. Daar maak ik ook vaak mijn huiswerk aan. Dus het dient ook gelijk als mijn bureau. Ja, dit zijn de spullen van Sabrina. Dus ja, dat zijn mijn spullen. Dat is niet mijn troep. Nou, zeg, ik moest het toch ergens kwijt? Nee, is oké, schat. Oké, nou, dit is toch wel mijn... Ik zei net mijn planten, maar ook deze kast is toch echt wel mijn favoriete item in mijn kamer. Ook altijd als mensen hier binnenkomen, dan is het eerste wat ze zeggen... Oh, wat een fantastisch leuke kast. En dan denk ik, yeah, I know. Dus ja, ik vind deze gewoon heel mooi. Ik vind deze gewoon heel veel sfeer in mijn kamer geven. En dan met die plantjes ook. En leuke dingetjes erop. Dus dat. Dan is dit mijn plant. De enige echte plant in mijn kamer. Prachtig. Die ik met alle liefde verzorg. Heel trots op. En dan hier mijn tv. Mijn lamp. Hoe geweldig is deze lamp, jongens? Even serieus. Toen ik deze zag, deze heb ik bij Casa gekocht. Toen ik deze zag, toen dacht ik, die is van mij. Gewoon gelijk, verliefd. Dus, love it. Sowieso mijn lichtjes. Echt geweldig. En... ja, mijn spiegel staat bij het raam. Omdat ik... Je zag mij, hi. Mijn spiegel staat bij het raam, omdat ik dan gewoon lekker veel licht heb als ik naar mezelf kijk. Fijn. Nou, dit is zeg maar mijn bank, mijn zithoek, zeg maar. En dan hier ook met tafeltje en kleed, die ik trouwens ook heel leuk vind, allebei. En ja, dit trappetje, wat er allemaal in staat, vind ik allemaal een beetje iets minder... interieur stijlvol, maar dat is gewoon leuke persoonlijke dingen... Dit is eigenlijk het enige musical element in mijn kamer. Maar ik vind toch dat ik iets van musical in mijn kamer mag. Buiten trouwens mijn klasse groepsfoto. Ook heel leuk. En dit is mijn beste vriendin. Die mag ook een plekje in mijn kamer natuurlijk. En ik vind ook deze heel leuk. Dit ding. Deze heb ik gekregen van mijn stiefmoeder. Toen ik in Tilburg ging wonen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk elke dag heel even hiernaar als ik wakker word. Oh. En dan ga ik toch iets positiever af en toe de dag in. Dus ja, dit is gewoon een hele fijne quote om af en toe even bij stil te staan. Want today is your day. Het is ook even iets wat ik echt wil laten zien. Ik heb altijd gewoon als... Ja, ik heb altijd in mijn kamer gewoon foto's hangen. Ik vind dat gewoon... Dat maakt het gewoon persoonlijk en... Ja, dit zijn dus allemaal Polaroids. De onderste lijn zijn allemaal echte Polaroids. En die daarboven heb ik allemaal laten printen bij de HEMA. Maar ja, ik vind dat moet er gewoon zijn. Dus... Even mezelf spotten. Even laten zien dat ik er ook ben. Hier dat is mijn rug. Heel mooi. Ja, maar heel cute. Ja, ik hou echt van mijn Polaroid muur. Dus ja... Dat ga ik nooit weghalen uit mijn kamers, denk ik. Want het komt elke keer weer terug. I love it. En dit is trouwens dan mijn klassenfoto. Proud. Dit was ons tweede lunchconcert op school. En ik hou van die poster, dus die heb ik ook opgehangen. Heb jij voor de rest nog een eigen inbreng wat je heel graag over je kamer kwijt wil? Waar je het met mij over wilt hebben? Nou, ik denk dat het wel leuk is om te vertellen. Dit is dus een studio. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, want ik ben student, zoals jullie weten. Dus dit is echt ook een ruimte, zeg maar, voor studenten. Dus in dit gebouw wonen ook, nou, voor zover ik weet, alleen maar studenten. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik heb dan dus een studiootje en dit is 24 vierkante meter of zo. En er zit dus een badkamer in en een keuken.
En ja, dat is echt super chill. Heb jij dan niet soms dat dit te klein voelt? Omdat je... Oh nee. Misschien gewend bent dat je groter zou wonen? Ja, ik heb hiervoor namelijk in een ander appartement gewoond met een vriendin van mij. Dat was ook niet mega groot, maar wel groter dan dit. Want er zaten natuurlijk meer kamers in en dit is één ruimte. Maar ik vind het echt heerlijk. Het is heel knus. Je hebt alles dicht bij elkaar. Je hoeft ook niet zoveel schoon te maken. Dat is ook nog een voordeel. Ja, weet je, nou, daar moet ik gewoon niet aan denken dat ik dan al die kamers moet gaan schoonmaken. Nu heb ik alles bij elkaar. En nee, het voelt echt niet klein. En heb je niet soms het gevoel dat je wel een extra kamer zou willen hebben vanwege je terugtrekken naar een andere kamer of om even in een andere kamer te zijn? Nou, eigenlijk niet. Nee, ik vind okay, het echt, ik vind het mega chill, want je hebt gewoon alles in één. En ik hou persoonlijk ook wel echt van knus. Okay. Dus voor mij is dit echt perfect en ik denk ook eigenlijk... Ja, als ik nu zo woon, dan denk ik, ja, ik heb later eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel nodig. Kijk, tuurlijk, als je een gezinnetje gaat krijgen, dan heb je wel meer kamers nodig. Maar ik vind deze ruimte echt prima. Zeker als ik alleen ben. Oh, goed dus, om te weten dat ja, je er is echt heel bent. Chill. Ja, sommige mensen kunnen er niet tegen dat ze heel krap zouden wonen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel echt alles in één. Je hebt niet een slaapruimte en een woon... Ja, ik heb dat wel een soort van proberen te creëren hier. Ja, want hier. Dit is wonen en dit is wonen, dat is slaap en daar keuken en badkamer. Dus op zich, ik heb het wel proberen te creëren. Maar ja, je hebt gewoon alles in één. Maar ik vind dat echt heel fijn. Nou, dus ja. Duidelijk. Ja. Nou, thanks Pam dat ik langs mocht komen. Ik vind je interieur leuk. Yeah. En mijn favoriete item uit jouw kamer is dat gedeelte daar. Ja. Ik hou echt van die kast. Ja, ik ook. Echt. Love it. Ja, op jouw kanaal hebben we ook een video gemaakt. Dus mocht jij benieuwd zijn naar een andere video, ga dan zeker naar Pam's haar kanaal. Het zal hier in de beschrijving staan. En dan willen wij je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Doei.